It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. En niet in die tijd voor mij. I will fall in love with someone just like you. Nou, lieve vrienden, even voor vandaag de laatste keer dat ik even weer retour kom om te laten zien wat ik ga eten vandaag. Hallo lieve vrienden, een hele goede middag. Het is vandaag alweer dinsdag 18 mei en we leven om 7 uur over 1. Helemaal goed, mooi, prachtig en prauw. Het is prachtig mooi weer hier ook. Dus ja, waar ze het over hebben met regen, ik weet het niet. Maar het zal wel niet hier wezen, maar bij jullie in het midden van het land. Ja, ik weet het niet hoor. Nee, ik ga zo weer met mijn hondjes uit. Om 2:30 krijg ik bezoek van 1 persoon, meneer agent. En om 3 uur komt de buurman. Ik ben in gesprek. Laat me niet intimideren, nee toch? Nee. Daarbij wil ik ook, want ik had ook de foto met het desbetreffende kenteken naar de politieagent opgestuurd, dus de wijkagent. En dan wil ik ook eventjes over wat doen voordat hij komt. Ik ga hem binnenhalen. Nee. Jongen, nee, dat moet je niet bij Kandel doen. Nee, dat moet je niet bij Kandel doen. Oh, en dan, nou, ja, en dan in de Elwing toe gaan, pootjes bijten. Ja, ken je dat? Wat voor dingen. Maar in ieder geval, ik ga ook zo nog met de hondjes uit. Zo heb ik nog meerdere dingen ten oren gekomen en voor mijn ogen gekregen. Dat Rabobank gaat sluiten, die sluit ook zijn kantoren. Hallo, waar moeten we dan heen? Ja, het sociale contact gaat weg. Dat vind ik niet leuk. Nee. En hier zit er vlakbij een kantoor. Nou ja, dit gaat dus dicht. Nou, dat vind ik niet leuk, dus ik ga daar ook achteraan te bellen. Maar ja, net wat ik zeg, ik ga eerst de hondjes doen in de computer. Ik kan ook zo vast al aan. Dan gaat hij wel misschien herrie maken, maar dan denk ik pech. En anders hebben wij pech. Dat trekt me niks vandaan. Ik praat er gewoon om door. Dan is hij tenminste klaar wanneer ik... tenminste, hij is al lang klaar natuurlijk voordat ik weer thuis ben. Want hij is straks klaar. Hup, tik, dat zegt hij altijd. Oh, mooie achtergrond. Ja, even liggen aan. Even wat intypen. Zo, en dan komt er nog wat tevoorschijn en dat kan ik wegklikken. En dan is het klaar. Ik zal mijn gang gaan als ik wil. Maar ik geef me de pandjes uit, uiteraard. En ik zal mijn water pakken, jas pakken. Mijn dunne jas dit keer. Wel mijn handschoenen. Ik kan geen kou aan handen hebben. Nee, heel raar, hè? Als je het zo zegt. Maar het maakt niet uit. Als het al te warm is, kan ik ze altijd weer uitdoen. En dan kan ik ze aan mijn mandje vastmaken. En dan zit zo'n klittenband dingetje. Nou, doe de ene gaat het onder de ander door. En dan maak ik het zo aan de mandje vast. Waait het op die weg als er een beetje wind zo weg maar pakken. Dus ja, dat gaat al niet, hè. Nee. Ja, ik heb deze maar weer ingedaan. Dus ja. En mijn mooie gekleurde jurk, hè. Ja, die hekken bestaan de strijken nog. En ik heb de was in de wasmachine gedaan, die draait. Dus helemaal toppie. Die is met 3 kwartier weer klaar. Dus helemaal goed. Ja, 3 kwartier, ja, zo'n wasmachine die heb ik. Die kan zelfs in 15 minuten klaar wezen. Als ik dus een wasje heb die niet smeer is, meer dit is. En was, dat moet even wat langer. Dus 3 kwartier. Ik ken ook 30 minuten, maar dit is 3 kwartier. En daarna krijg je een ander programma. Ja, dan duurt het allemaal weer langer. Nou, en ik vind het al genoeg. Ja, daarom. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. En jullie zijn dus weer bij aanbeland op ons kanaal, Corine en de Beestenboer.
Dus welkom. Ja, dat vergeet ik helemaal te doen. Foei. Oh, nou, wat gebeurt er vaker, hè? Ja, wat gebeurt er vaker? Maar dat maakt niet uit, jullie weten toch wie ik ben. Ja. En ik vergeet ook om de haardklap af te sluiten. Ja, dat denk ik gewoon niet bij na. Nee, maar Karin die vergeet het ook wel eens. Heb ik ook al gezien. Ja, doet ze de volgende dag. Nou ja, sluit je een vlog aan wat eigenlijk in de avonduren hoort. Dus dan is het meestal donker met schemerverlichting. En zij doet het overdag op straat. Helemaal leuk, geweldig. Dus ja, nou oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, ik ga er vandoor. En maak jullie maar geen zorgen, maar nee, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, geniet en ik vergeet jullie niet. Wees lief voor elkaar, geef elkaar een knuffel, dat hebben we wel verdiend allemaal. En ja, doe normaal. De wereld, ze zijn daar in Den Haag nog steeds, die religies, doen wij gewoon normaal. Ja toch? Doei! Hallo lieve vrienden, daar ben ik maar weer eens even. Ja, zo'n tijd weer terug. Ja, ik ben met andere dingen bezig geweest. Ik weet ook dat er een agent zou komen. De wijkagent. Die wil ik trouwens heel hartelijk bedanken voor de tussenpersoon tussen de buurman en mij. En ook wil ik de buurman bedanken voor het goede gesprek. En ik hoop dat we op een goede voet voortaan verder mogen gaan wandelen. En geen haat en nijd meer hebben naar elkaar toe of wat dan ook. Het was even goed. En ik hoop dat het nou beter zal gaan in de toekomst. En wat moeten we nou bijten? Is er niet een nodig? We gaan niet in elkaar nog bijten, want dan gaan we zo lopen. Spelen doe je maar in je eigen vrije tijd en niet in die tijd van mij. Oh, even gek doen, hè? Moet ook kunnen. Maar in ieder geval, hartstikke bedankt daarvoor. Ook de buurman. Ja, hartstikke top. Ja, helemaal geweldig. Dankjewel. En ik ga nu aan de wandel, lieve vrienden. En ik zou zeggen, geniet van elkaar, met elkaar. Wees lief voor elkaar. Het is zo prachtig mooi weer. Dus ja, dat houdt je ook weer op de benen en daar word je ook weer vrolijk van. Ja toch? Dus kom op, lekker vriendelijk zijn en lief zijn. Doe ik nou met de buurman toch ook? Ja. Komt allemaal wel weer goed ter zijne tijd. Dat is toch altijd zo. Ja, komt altijd weer goed. Dat ik zeg, hou maar goede moed. Ik ga de wandel met de meisjes. En zodra de temperaturen het ook beter toelaten voor mijn handen, dan ga ik eventjes lopend. Probeer ik richting de Texas boot te gaan met de dames. Daarbij de pier, waar ik mijn dierbaren heb uitgestrooid. Daar heb je ook een stukje strand, een klein stukje maar hoor. En daar kan Elvin makkelijker het water in komen. Ja, kijk, Rijka die houdt niet van water, maar Elvin wel. Maar daar kan ook Rijka gewoon mee, en even lekker los. Kijk wat Rijka daar op dat punt doet. Want dat is daar natuurlijk heel anders dan met al die stenen boel. Dus dat gaan we dan doen. En ik hoop dat we toch na de Pinksteren de temperaturen ook wat hoger worden. En trouwens hadden we hier vandaag niks te klagen, hè? Want het is de hele dag al prachtig mooi weer. 18 graden is het nu op dit moment bij mijn poort. Dus ja, wat willen we dan? Ik weet niet waar die regen vond. Ze hebben het maar over regen. Ja, ook een vriendin van mij, Sanderien. Nou, Sanderientje, appelsientje zoals ik, of mandarientje. Je weet hoe ik je noem. Jij kwam gisteren op me wat je zegt met het plaatje aan. Nou, ik heb hier gereden hoor. Nee, echt niet. Nee. Maar ja, misschien jullie wel. Kan ik niks aan doen.
Nee, dat is dan jullie probleem, niet dat van mij. Haha. Nou, lieve mensen, lieve vrienden, geniet van alles. Ik ga aan de wandel. Tot zeggen. Later. Doei. Nou, lieve vrienden, even voor vandaag de laatste keer dat ik eventjes weer retour kom om te laten zien wat ik ga eten vandaag. Patat met een hamburger, pindasaus, mayonaise en curry en een bakje koffie. En daar ligt er één en daar ligt er één. Ja, ja, dat we gaan lekker eten. En ik wens jullie allemaal een hele fijne, liefdevolle avond toe. Geniet ervan met z'n allen. Dat doe ik ook. En ik zou zeggen, voor later op de avond, welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. En morgen weer gezond uit jullie bed zien te komen. Ik zou zeggen, tot dan. Doei, doei.